Hoi Charlotte, lekker buiten voor een ritje? Aha, ik begrijp het. Je bent uit eten bij je lievelingsrestaurant voor een spaghetti-diner. Klinkt heerlijk. Wat gebeurt er, Matt? Heb je een ongeluk gehad, Gerrit? Oh jee, je was bezig met het ophalen van vuilnis en toen reed je per ongeluk tegen een lamp aan. Ik hoop dat je geen pijn hebt. Volgens mij heb je een klein beetje schade, Gerrit. Tom, kan jij Gerrit naar de garage brengen? Perfect. Nou, wat moeten we doen met die kapotte lamp? Charlie, jij kan de lamp optillen. Maar Christopher de cementmolen heeft vakantie en we hebben cement nodig. Er is maar één persoon die ons kan helpen, terwijl Christopher weg is. En dat is Supertruc. Wauw, je bent in je grot. Klaar voor transformatie. Weet je al in welk voertuig je gaat transformeren? Oh, een cementmixer. Goed idee. Carl, transformeer. Wauw, kijk jou nou, Supertruc. Laten we terug naar de andere gaan. Supertruc is er om jullie dag te redden allemaal. Iedereen achteruit. We willen niet dat deze lamp iemand raakt als Charlie hem optilt. Ziezo, Charlie. Als je hem goed vast kan pakken, kan je hem weer rechtop zetten. Kijk, Charlie. Zo te zien wordt alle cement door Supertruc gemixt. Nu komt de cement naar beneden om de lantaarnpaal goed vast te maken, of niet? Houd hem vast, Charlie. Supertruc probeert de cement op de juiste plek te mikken.
Kijk hoe dik het is. Die cement zorgt ervoor dat de lantaarnpaal blijft staan. Kijk eens aan. Nu hoeft de cement alleen nog te drogen. Goed werk, Supertruc. Je hebt de dag gered. Tot ziens allemaal. Tot de volgende keer. Carl de Supertruc. Hoi Gary, wat is er gebeurd? Je band is leeggelopen. Wat moet je nu doen? Het werk moet vandaag af zijn. Geen zorgen Gary, we halen Carl de Transformer om je voor een dag te vervangen. Hij kan je zeker weten helpen. Perfect, ik ga Carl halen. Hoi Carl. Gary, de vuilniswagen heeft je hulp nodig. Kan jij hem helpen? Perfect, laten we gaan. In welk voertuig word je getransformeerd vandaag, Carl? In een vuilniswagen, natuurlijk. Tijd om te transformeren. Carl, transformeer! Eerst wordt de bak bevestigd. Daar komt de achterkant. En dan nu het containertilsysteem. Perfect, Carl. Laten we naar Gary gaan. Kijk, Carl. Gary, de vuilnisauto, wacht al op ons. Carl is er om je te helpen, Gary. Perfect. Laten we aan het werk gaan. Perfect. Tijd om alle vuilnis in de bak te gooien. Perfect. Fantastisch! Goed werk, Carl. Er hoeft nog maar één vuilnisbak leeg. Goed gedaan, Carl. Thank you.
dat was het. Perfect. Huh? Nou, je werk zit erop. Je hebt Gary's dag gered. Heel erg bedankt, Carl. Tijd om naar huis te gaan. Doeg, Carl. Tot de volgende keer. Hoi, Steve. Hoi, Billy. Zo te zien zijn jullie mooi op tijd. Er zitten heel veel gaten in de weg die gerepareerd moeten worden. We willen geen ongelukken. Wauw, Billy. Dat is een grote stap gravel. Oké, Steve. Nu is het jouw beurt. Laat eens zien hoe glad je de weg kan maken, zodat het weer veilig is voor alle auto's. Oh nee, Steve. Wat gebeurt er? Zo te zien gaat het niet helemaal goed, Steve. Oh nee, dat klinkt niet goed. Wat zonde, Steve. Je zit nu zonder stoom. Ik denk dat je gerepareerd moet worden. Geen zorgen, Steve. Ik roep Tom de takelwagen om je te halen. Ondertussen kan ik Supertruc om hulp vragen. De straat moet klaar zijn voordat het een drukte van je welste wordt. Carl, wakker worden. Steve en Billy zijn bezig met wegreparaties, maar Steve's wals is kapot. Kan jij hem helpen? Perfect, laten we gaan. Heel erg bedankt voor je hulp, Carl. In welk voertuig ga je transformeren, Carl? Ja, goed zo, Carl. Een stoomwals is de beste keuze. Tijd om te transformeren, Carl. Wauw, Carl. Ik herken je bijna niet meer. Je bent nu een stoomwals. Laten we gaan. We zijn er. Oké, Steve. Supertruc kan het nu overnemen. Daar is Tom om je naar de garage te brengen. Doeg, Steve. Geen zorgen. We zorgen voor de weg. Hier zitten de gaten in de weg, Supertruc. Zoals je ziet heeft Billy ze gevuld met gravel. Inderdaad, Supertruc. De wals zorgt ervoor dat de weg weer helemaal glad wordt. Dat is perfect, jongens. Als alles opgedroogd is, kan de weg weer worden geopend.
Steve, goed dat je weer terug bent. Kijk eens wat Supertruc allemaal heeft gedaan toen jij bij Tom was. Iedereen heeft het goed gedaan. Bedankt, Billy. En Supertruc, kan jij Carl bedanken dat hij je heeft gestuurd? Tot ziens. Tot de volgende keer. Wauw, wat is Autostad prachtig vanavond. Hoi kleine Frank, hoe gaat het? Kun je niet wachten tot het Chinees nieuwjaarsfeest vanavond? Het wordt echt te gek. Wat zag je kleine Frank? Oh, dat. Rond middernacht verzamelt iedereen zich hier en kijkt naar de wensballonnen die de lucht in gaan. Ik denk niet dat je op die knop moet... Kleine Frank, nee! Oh, dit is niet goed. Je had niet op die knop moeten drukken, kleine Frank. Natuurlijk, laten we Supertruc bellen. Alleen hij kan ons nog redden. Hoi Carl, klaar voor het Chinees nieuwjaar? Nou, we hebben je hulp nog even nodig. Kleine Frank heeft per ongeluk een paar wensballonnen in de lucht laten gaan. We hebben ze weer nodig voordat het middernacht is. Te gek, je wordt een draak. Dat is best wel indrukwekkend, Supertruc. Het is tijd om het Chinees nieuwjaar te redden. Geen zorgen, kleine Frank. Supertruc zal hier ieder moment zijn. Kijk, daar is hij. Kan je de wensballonnen zien? En daar is één. Hoe ga je ze vangen? Dat is slim. Daar zijn er nog meer.
Je doet het supergoed, Supertruc. Ga zo door. Je moet een klein beetje naar achteren, kleine Frank. Precies op tijd. Zo te zien heb je ze allemaal weer terug. Bedankt, Supertruc. Ik denk dat jij op de knop mag drukken, kleine Frank. 5, 4, 3, 2, 1, nu! Gelukkig nieuwjaar allemaal! Waar is Supertruc? Kijk, hij heeft de show verlicht. Tot ziens, tot de volgende keer.